Hey, Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word training. In deze video, je papier draaien. Check de hele training op maakietsmedia.nl/word. Standaard staat je papier rechtop, dat noem je staand, maar dat kun je dus ook heel makkelijk aanpassen. We zaten in de vorige video hier bij indeling en daar klik je dus ook weer hierop en hier vind je dan ook hier zo afdrukstand. En klik je hier op afdrukstand, dan heb je hier heel simpel maar twee opties, staand of liggend. Klik hem op liggend, dan draait hij hem om. En meer is het ook eigenlijk niet. Gewoon indeling, afdrukstand en kiezen voor staand of liggend. En dan kun je op die manier je pagina dus staand of liggend maken. Handig!